Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb een shoplog voor je van de Douglas, de Rituals en de Bijenkorf. Ik had namelijk overal bonnen van en die heb ik eigenlijk het afgelopen jaar gewoon steeds bewaard. We konden ook niet veel met de corona, maar ik heb met mijn verjaardag bonnen gekregen. Ik heb afgelopen Sinterklaas wat bonnen gekregen en de verjaardag daarvoor zelfs nog. En ik vond het wel eens tijd worden om die eens lekker te gaan verzilveren. We mochten weer, de winkels waren weer open. Natuurlijk wel in achtneming van de regels, zeg maar. En ja, ik heb gewoon heel veel zin om het allemaal aan je te laten zien. Had ik ook gezegd dat ik bij de Rituals geshopt had. Ik heb niet geschopt, want dan hadden ze me eruit geschopt, denk ik. En dat is terecht. En ik zou zeggen, laten we gewoon gauw gaan beginnen. De Rituals. Ik had twee bonnen van de Rituals. Eén heb ik van Sander gekregen, een goede vriend van mij. En één, ik geloof van een of ander iets van mijn werk of zo. Een of ander evenement. Ik weet het niet meer hoe ik eraan kwam. Maar ik had in de adventskalender van de Rituals had ik een charcoal gezichtspoeder gekregen. Nou ja, die heb ik gewoon voor betaald. En er zat dus zo'n poedertje in en dan moest je met water aanlengen. En die vond ik zo fijn. Mijn huid werd daar zo zacht en schoon van dat ik hem in het groot heb gekocht. Het is echt een flinke pot. Er zit 70 gram in. Maar als je nagaat hoe weinig je nodig hebt. Even kijken. Dit is echt, het is heel fijn zacht poeder. Officieel moet je het dus mengen met water. Maar ik meng het met niacinamide van The Ordinary. Die had ik nog staan. En dan heb ik dus twee vliegen in één klap. Iets tegen de huidveroudering en iets om de huid te reinigen. Hij was 40 euro. Niet goedkoop, maar je krijgt er heel veel product voor. En het is gewoon een heel fijn maskertje. En dan ben ik ook blij dat ik het in die adventskalender heb kunnen uittesten. Want ik denk niet dat ik dit zomaar uit mezelf gekocht zou hebben zonder dat ik wist of het goed was. Ik heb er ook een bakje bij gekocht. Gewoon. Het was een setje met een bakje, een kwast en dit dan. En dat bakje is kapot gevallen. Nou ja, het bakje is kapot, maar de scherven zijn nog heel. Dus dat is geen enkel probleem. Nee, jammer. Maar ja, ik doe het nou gewoon in een ander bakje. Ik had het erger gevonden als dit kapot gevallen was. Dan is mijn olie van de Body Shop, mijn gezichtsolie, ook bijna op. Ik gebruik heel vaak 's avonds een olie, omdat ik een vette huid heb. En dat mogen heel tegenstrijdig klinken. Maar een vette huid is vaak een vochtarme huid. En ik merk echt, als ik een tijd lang met olie smeer, iedere avond of om de avond doe ik het dan vaak, dat mijn huid veel minder vet wordt. En het was tijd voor een nieuwe en ik wilde deze heel graag proberen. The Ritual of Namaste, dat is de lijn van de skincare Glow Pure Radiance Face Oil. En deze had een vaste kijker het over dat ze die geweldig vond. En dat die ook voor haar vette huid heel erg heeft opgeklaterd. En ik was al zodoende gewoon heel erg benieuwd. Nou, hij zat ook in de adventskalender en dan vond ik hem ook heel fijn. Maar niet zo fijn als deze. Anders fijn. Het is natuurlijk gewoon een heel ander product. Maar ik was er gewoon heel erg benieuwd naar om het in het groot te kopen. En ik geloof dat deze rond de 35 euro kostte. Maar ik had dus twee bonnen en ik heb maar van Roby had ik ook een bon gekregen. Dat was het. En ik heb maar een tientje of zo bij moeten leggen. Omdat ik boven de 40 euro zat, kreeg ik er een cadeautje bij. Bij de Rituals krijg je altijd als je boven de 40 euro zit een cadeautje. En dat is iedere maand wat anders. Deze maand waren het twee minis uit hun haarcollectie. Dat is de Elixir collectie. Volgens mij zijn die redelijk nieuw. En ik denk dat ze het misschien op die manier willen introduceren. Dit is een Overnight Hydrating Hair Mask. Deze is al op. Komt een opgemaakt video. Met argenolie en shikakai. Don't know. Maar ik moet zeggen, ik heb hem gewoon als serum gebruikt. Want als overnight oil, als overnight mask vond ik hem niet voldoende. Maar ik vond hem wel gewoon heel fijn als serum te gebruiken. Ik heb hem een keer in de avond gebruikt. En de volgende ochtend waren mijn haren gewoon super zacht en niet vet. Dus heb ik het ook niet uit hoeven spoelen. En dit is een droog shampoo. En deze vind ik heel fijn. Deze laat echt geen witte waas achter. Ook niet een beetje, maar gewoon helemaal niet. En ik hoop niet dat ik hem zo fijn ga vinden dat ik hem weer opnieuw wil kopen. Ik heb hem nu twee keer gebruikt. Dan de Bijenkorf. De Bijenkorf heeft nog niet al te lang allerlei nieuwe stands en nieuwe merken in Eindhoven bij ons. En ik vind het ideaal. Ik wist al dat ze Hourglass hadden en dat ze Charlotte Tilbury hadden. Maar ik kwam er nou ook achter dat ze The Ordinary hadden. Laura Mercier. En waar zag ik nou nog meer? Paula's Choice hebben ze een schapje van. Pixie hebben ze een schapje van. En ik was gewoon helemaal daar in een snoepwinkel. Als een kind in een snoepwinkel.
Ik ben trouwens nog steeds zo in een snoepwinkel. Niet alleen in een make-up winkel, maar ook gewoon in een snoepwinkel loop ik als een blije kip rond. Ik mag dan niet altijd veel van mezelf kopen, is niet goed voor de lijn. Maar hè. En ik heb dus iets van The Ordinary gekocht. Ik heb niks van Pixi of van Paula's Choice gekocht. Wat ik heel goed van mezelf vond, omdat ik nog best wel wat skincare dingetjes heb liggen. Maar eigenlijk wil ik stiekem daar toch ook wel weer iets van proberen. Pixi heb ik al heel veel van geprobeerd en het bevalt me ook heel erg goed. Maar ik kocht een kleintje van Hourglass. Ze hebben ook een klein standje met allerlei kleine producten. Ook van Too Faced zit er wat kleins tussen. Er zitten dus een klein, ja, allerlei kleine minis van Hourglass zitten erbij. En wat mini skincare dingetjes en zo. En een mini dingetjes van NARS. En dat vond ik wel heel erg leuk. En ik zag dat ze daar een mini bronzertje hadden. Kijk dan hoe schattig. Oeh, camera. Hallo. Hoe schattig klein dat die is. En hij is nog kleiner en schattiger van binnen, vind ik. Hallo. Echt zo cute. En dit is de kleur, het is een bronzer, had ik al gezegd. Diffused Bronze Light. En natuurlijk zei die mevrouw meteen, oh ja, maar het is veel goedkoper als je een grote koopt. Ja, dat weet ik mevrouw. Maar ik wilde hem proberen. En ik heb gewoon best wel wat bronzers. En ik kom eigenlijk altijd weer terug op mijn terracotta bronzer. Maar deze heb ik de afgelopen weken, wanneer ben ik deze gekocht? Anderhalve week geleden, de afgelopen anderhalve week, iedere dag gedragen. Ik heb hem ook op. Hij is iets koeler dan die van Terracotta, wat mijn favoriete bronzer is. Hij geeft een mooie glow zonder dat er een glitter in zit. En die van Guerlain is gewoon een stukje matter. Maar ik vind hem ook heel erg goed. En ik ben bang dat deze echt wel een serieuze concurrent is voor die van Guerlain. Dan wilde ik heel graag er een nieuwe liquid oogschaduw bij. In de zin van dat ik die Shattered Light van Hourglass heb ik een groene variant van. En ik wilde ook graag een neutralere kleur. Voilà, ook van Bonne gekocht. En dit is de kleur Smoke. En dat is dus zo, daar zit nou even niks omdat er nog een plasticje overheen zit. Dat is deze kleur. En dit is een glitter oogschaduw basis eigenlijk. Hij is heel erg mooi, vooral voor op dagelijkse basis, op neutrale basis. Maar je kan er ook heel mooi een andere oogschaduwkleur overheen brengen. Kijk, check. Kijk dan. Ja, ik vind hem echt geweldig mooi gewoon. En ik moet zeggen dat hij meer glitterig is dan kleur. Maar ja, weet je, als ik gewoon een dagelijkse basis voor mijn werk wil, dan vind ik deze gewoon geweldig. En hij blijft zitten als een huis. Hij gaat nergens naartoe gedurende de dag. En ik vind hem zodoende ideaal. En ik wist al dat de formule zo fijn was, want ik heb die groene dus al. Maar ik wilde hem graag een ander kleurtje. Ik heb wel iets gekocht van The Ordinary. Ik wilde eigenlijk het salicylzuur serum. Dus met 2% salicylzuur. En daar zit dan verder wel iets bij. Maar verder weinig troep. Maar die hadden ze niet meer. Maar ik zag deze. En deze stond ook al een tijdje op mijn lijstje. Dit is 100% vitamine C poeder. Dit is dus ook een poeder. En die kun je dus door je dagcreme, door je nachtcreme mengen. En ik wil hem, ik heb hem een paar keer al met hiermee gemengd. Dan heb ik zeg maar de helft van dit en de helft van dit. En dan niacinamide er maak ik het dan nat mee. En het is echt gewoon een witte poeder. En ik vind hem ideaal om toe te voegen aan je skincare routine. En natuurlijk gooit vrouwtje nou weer poeder op de grond. Hallo, je kijkt naar vrouwtje. Dat is echt heel erg zonde. Het is niet zoveel gelukkig hoor, maar ben ik toch een lompe koe, hè? Niet normaal. Hebben we tot slot nog de Douglas. De Douglas in Eindhoven in het centrum heeft een MAC stand. Dat heeft trouwens de Bijenkorf ook. Maar ik had ook nog bonnen van de Douglas. Dus ik heb ook daar wat dingetjes gekocht. Ik haal het even allemaal uit. Ik kocht dus 2 MAC producten. Ik kocht de MAC Dazzle Shadow Liquid. Dit is de kleur. Kleur. Waarom staat dat dan nou niet op? Oh jawel. Petalize, lees ik dat goed? Het is in ieder geval een paarsige glitterkleur. Deze heb ik trouwens al wat langer geleden gekocht. Nog niet, ja,
ik denk een maand geleden of zo. Sowieso heb ik dit niet allemaal ineens gekocht. Het is een beetje een verzameling wat ik in de afgelopen maand... Ben ik afgelopen anderhalve week geleden naar de stad geweest, heb ik het meeste gekocht. Maar een aantal dingen heb ik dus ook langer geleden gekocht. En deze heb ik gebruikt in de video waarin ik een full face MAC video maak. En ik vond hem daar een beetje tegenvallen. En ik heb hem daarna nog een keer gebruikt. En toen vond ik dat weer. Ik vond het een beetje dof. En niet echt zo sprankelend en shiny. En ja, ik moet even kijken wat ik ermee ga doen. Op zich is het wel gewoon een hele mooie paarse kleur. En het staat gewoon leuk bij het jasje van mijn werk. Dan heb ik een bekken gekocht. Ik ben namelijk verzot op de, even kijken hoe die heet, False Lash Maximizer Primer Mascara. Die heb je me ook vaker zien gebruiken. Ik heb een video opgenomen waarin ik mijn nieuwere favorieten laat zien. Daar zit deze in. Hij heeft in een favoriete video, ik geloof van februari of maart of zo, gezeten. En ik vind hem super fijn. Dit is een mascara primer. En dus een witte. Ik laat hem nog even dicht, want ik wil hem zo lang mogelijk goed houden. En het maakt je wimpers zo lang en zo volumieus. Welke mascara je er ook overheen gebruikt. En deze is gewoon geweldig. En ik ben er gewoon groot fan van. En die andere is wat slechter aan het worden. Is wat droger aan het worden. Is gewoon niet meer wat het geweest is. Dus ik denk van nou, ik koop een nieuwe. En ik zing die andere nog een tijdje uit. Want ik wil hem wel zo lang mogelijk rekken dat die nog bruikbaar is. En daarna stap ik over op deze. Dan is, ik denk een maand of drie geleden, mijn favoriete NYX Epic Ink Eyeliner gesneuveld. Gewoon, die was op. Heb ik ook gewoon bijna een jaar mee gedaan. En ook gewoon een jaar lang zwart geweest. Meestal ga je zien dat eyeliners na de maand voordat ze echt niet meer werken al langzamerhand minder worden. Maar dat was bij deze niet. Opeens deed hij het niet meer. En dat vind ik hartstikke goed, want dan heb je gewoon tot die tijd gewoon een prima werkende eyeliner. En ik had eigenlijk op het oog om die nog een keer te kopen. Maar ik zag deze. Dit is een liquid eyeliner. De Vinyl. En hier heb ik ter plaatse reviews van opgezocht in de Douglas. En deze hoorde ik ook goede verhalen van. Deze is ook waterproof. Zet ook een snulle en dunne lijn. Snelle en dunne lijn. En ja, hij moet een beetje glanzen. En ja, daar ben ik eigenlijk wel gewoon benieuwd naar. Ik wil het wel eens gewoon proberen. En vaak gaan die liquid eyeliners ook langer mee. Hoewel die Epic Ink ook gewoon heel lang mee is gegaan. Die wil ik trouwens in Amerika een stuk of 50 inslaan. Want dan is het allemaal veel goedkoper als ik weer naar Amerika ga. En dat wil ik volgend jaar. Dan tot slot van wat ik kocht. Ik heb nog iets gekregen. Kocht ik de Estée Lauder Double Wear Foundation opnieuw. Ik miste hem, jongens. Ik miste hem zo hard. Ik wil hem zo graag weer hebben. En nou was het, ik denk een week of drie, vier geleden bij de Douglas 25% korting op alle Estée Lauder make-up. En ik heb hem gekocht. Het was lastig omdat ik dus niet kon testen welke kleur bij mij past. En ik weet dus niet meer welke voorgaande kleuren ik had. Ik heb een nude variant gehad. Dat is een iets dunnere variant. Die wilde ik niet opnieuw, want ik wilde echt deze weer. De gewone variant. En die kleur die ik daarvoor had was veel te donker en te oranje voor mij. En ik zei bij de Douglas, ja, bij de IC hadden ze me te donker en te oranje aangesmeerd. En daar greep die mevrouw van Douglas natuurlijk aan om de IC volledig af te kammen. Ja, en daar hebben ze ook geen make-up artists en weet ik veel wat. En wij wel, ik weet niet of het waar is. Ik denk, neem aan dat er bij de IC ook gewoon make-up artists rondlopen, toch? Toen kreeg ik een klein flesje mee en ze zei van kijk, ik denk dat deze kleur goed is. Kijk nou even of die goed is. En als die niet goed is, dan laat deze dicht en dan kom er mee terug en dan kun je gewoon een andere krijgen. Er was een schot in de roos, sowieso de kleur. En ik heb dat verpakkingje nog steeds en daar kan ik nog steeds één keer mee doen. En de kleur klopt gewoon helemaal. Dit is de kleur Petal 1C2. Dus deze is helemaal geweldig voor mij. En ik ben er zo blij mee dat ik hem weer heb. Eigenlijk wat ik het allerliefste zou willen is dat ik alleen nog maar deze foundation heb en voor de rest niks. Ik zal hem trouwens even gewoon uit de verpakking halen. Ik denk wel dat je weet hoe die eruit ziet hoor, maar dan nog. Kreeg ik nog een proefmonstertje. Ik kreeg ook een primer monstertje van Shiseido. Shiseido, in ieder geval een Aziatisch skincare merk. En dat was dus een primer. Het was een matte primer. Maar ik vond hem niet fijn, want ik ging na een paar uurtjes toch glimmen. Terwijl primers heb die dat veel later pas gaan doen. En eigenlijk stiekem was ik heel erg blij dat ik hem niet goed vond. Want anders had ik die ook wel willen hebben. Ik ken mezelf. Maar ik kreeg er een proefmonstertje bij van de Douglas. Dit is een dagcreme, toch? Ja, Rich Moisturizing Cream. Ik
heb nooit zoveel met dit soort monstertjes. Dat weet je als je me volgt. Want ik wil graag skincare op een langere termijn testen. En gewoon wat langer. Ik kan me ook niet, vind ook niet dat er hele bijzondere ingrediënten in zitten. Waarover naar huis te schrijven. Ik denk van, nou, maar dit is geweldig of zo. Dat valt tegen. Dit was mijn shoplog met skincare en make-up. Eigenlijk vooral over het algemeen luxe producten. Er zit weinig budget tussen, behalve dat NYX eyelinertje dan. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog. Doe maar 2 omhoog. Dat kan helemaal niet. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram. xvrouwkjelosmakeupx. Daar zal ik ook een aantal van deze producten wellicht laten zien. Deze heb je dus al in de video kunnen zien. Heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei!